Willem II, de koploper, ontvangt de huidige nummer 8. En dat is Jong AZ. Maar goed, Willem II heeft het niet geweldig gedaan in wedstrijden tegen jong ploegen. Gelijkspel afgelopen maandag bij Jong Utrecht. Verloren dit seizoen bij Jong Ajax. Gelijk gespeeld dit seizoen tegen Jong Ajax. Gelijk gespeeld tegen Jong PSV. Gelijk gespeeld tegen Jong Utrecht. En dus maar liefst 9 punten laten liggen tegen de belofteploegen in de keukenkampioendivisie. 49 punten voor Jong AZ na 33 wedstrijden. 8e plaats aan het einde van dit seizoen. Dat zou de beste klassering ooit zijn voor AZ in de keukenkampioendivisie. Behunek. Dat is wel erg zwak. Zomaar in de voeten bij de tegenstander. Wat doet hij hiermee? Een hardschot tussen de palen en in de rebound. Binnenkant paal eruit. Eerst Kersens en daarna Smit. Dat is nog eens wat je noemt zwak beginnen, zeg. Wat Behunek hier doet in de derde minuut. Ik vraag me af of het gemor op de tribune bij de supporters van Willem II de spelers wel goed doet. Maar het lijkt er wel alsof Willem II onder hoogspanning staat. Reversson, Smit. Daar de overlap en het doelpunt. Want in de korte hoek wordt Smit verrast door de uithaal van Finn Stam. En dan staat het 0-1. Eerste doelpunt van het seizoen voor Stam. En wat is er toch aan de hand met Willem II? De ploeg lijkt nog niet wakker. Goed meegegeven door Smit. En dit is een enorme fout van de keeper Smits. Die verrast wordt door Finn Stam, de aanvoerder van Jong AZ. Scoort in de korte hoek en zet Jong AZ op voorsprong. Verbijstering op de tribunes. Jaden Adai. Is dit niet Hens? De scheidsrechter kijkt de andere kant op, maar dit zou een penalty moeten zijn voor Jong AZ. Nizet maakt Hens, maar de scheidsrechter heeft het niet gezien. En dus ontsnapt Willem II hier aan een penalty tegen. De arm onnatuurlijk omhoog bij de verdediger van de Tilburgers. Maar de bal gaat niet op de stip, want de arbitrage mist het. Eigenlijk voetbalt Jong AZ alsof het de koploper is in de keukenkampioendivisie in plaats van Willem II. Deze bal schiet door tot bij Dodeman. Dodeman, tegengehouden door Louis Schouten. Bos, mooi balletje. Hilterman. En uitstekend gedaan. Kans, maar ingreep voortreffelijk van Louis Schouten. Daar was Willem II dan eindelijk eens. Stam kopt de bal hier vooral omhoog. Maar dan is die, zou je zeggen, voor Obuso Oduro, maar dat is hij niet. Even paniek bij Jong AZ. Heerkens. Dodeman. Bos laat hem gaan. En hij zit erin ook. Het doelpunt voor Willem II. Halverwege de eerste helft staat het gelijk. Ontsnapt aan de penalty tegen. Svensson is de maker van het doelpunt. Hij zorgt toch eigenlijk wel uit het niets voor 1-1. Richting Hilterman. Handig balletje. Oosting, bal op de paal. Heerlijk schot. Van Thijs Oosting. Hilterman. Goed gedaan door Svensson. Hier gaat Oosting. Oosting. En een grote kans en het doelpunt van Nizet. En daar is dan de voorsprong voor Willem II. 2 doelpunten en een bal op de paal. Willem II is heel effectief. Verwoestende uithaal. Niet te pakken voor Owusu Oduro. En 10 minuten voor rust staat Willem II op voorsprong. Oosting,
knokt zich er doorheen. Thijs Oosting. Ze krijgen bij Jong AZ de bal, maar niet weg. En dus kan er geschoten worden. Is de redding noodzakelijk van Owusu Oduro. Dit leek Hens. Ja, het is ook Hens. Nu wel. Lachkar. Dodeman. Krijgt de bal terug van Bos. Dodeman met de voorzet die goed is. Nu dan Hilterman. Nu is het wel raak. Als de bal voor zijn voeten valt, kegelt hij hem binnen. Nu is de voorsprong riant voor Willem II. Dat dit een Instagram-post was. Lag zijn telefoon daar klaar? Wat maakt het uit? Wat telt is dat Willem II op een 3-1 voorsprong stelt. Van Aken. Astoras. Engel probeert het van grote afstand. Wat een lekker schot is dat, zeg. Van Misha Engel, de redding van Smits. Mag er ook zijn. In ieder geval weer een teken van leven hier van Jong AZ via die knal van Engel. Stam. Posma. Invallen Kewal. De bal terug, goed overstapje. Hier is meteen een kans en die moet er eigenlijk in. Koster. Dat had de 3-2 moeten zijn voor Jong AZ. Misschien lukt het Jong AZ uit een stilstaande situatie. Dit is de variant. Schouten. Het is een hele goede variant en een enorme kans ook voor Posma. Daar komt Willem II goed weg. Weer een belangrijke redding van Joshua Smits. Maar ook niet overtuigend geschoten door Posma. Svensson trapt de corner. 85ste minuut. Owusu Oduro. Hier is nog de Leeuw. Handig gedaan, de Leeuw. Bal verlengd. Paniek. Owusu Oduro rost hem weg met zijn vuisten. Wie heeft het daar op de tribune nog over die moeizame eerste helft? En dan is de 22e overwinning van het seizoen een feit voor Willem II. Gaat het naar 73 punten. En wordt het verschil voor even met FC Groningen 9 punten. Dit is nog hard, hè, Lachkar. Het zou rood kunnen zijn, het wordt geel. Maar dat is wel zijn tweede geel. En dus alsnog rood. En einde wedstrijd. Heel hard erin. Willem II in de laatste minuten van deze wedstrijd. Door met 10 man. Jong AZ nu dus met 11 tegen 10. En nog een bal op de paal, zegt van Smit. En in de naastoot de poging van Kewal. Kees Smit raakt de paal. En dan was het echt nog spannend geworden. Met 11 tegen 10 in de extra tijd. Op een avond dat het allesbehalve vanzelf ging voor Willem II. Ontzettend moeizame eerste helft gespeeld. Nu Vermeulen. En een kans nog. En een goede ook, zeg. Wat een mooie goal. Wie anders dan Michael de Leeuw. Want dit is een echte Michael de Leeuw goal. Willem II wint met 4-1. En pakt 3 hele belangrijke punten.